We zitten hier in het Belperre-gebouw, of het Zingebouw, het grootste of een van de grootste projecten van SABMEF, maar ook een van de meest uitdagende projecten. Naar levering toe was het niet evident om dit project in zeer korte termijn te installeren, maar dankzij al onze partners zijn we erin geslaagd om dit tot een groot succes te maken. Zoals u nu kan zien, zitten we hier in het lokaal van het organisch afvalverwerkingssysteem. Eigenlijk is de bedoeling van dit systeem dat we verschillende afzuigingen gaan doen van verschillende afdelingen. Wordt vacuüm gezogen naar de verbrijzeltank, alles wordt verbrijzeld. Dan gaat het in de citerren, opslagtank van 10.000 liter. En dan één keer om de x aantal weken komt er een externe vrachtwagen, vacuüm leegzuigen. En daar worden dus ook biogassen mee gecreëerd.